Hoi lieve kijkers, mijn naam is Solange en ik vind het hartstikke leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Isa, wat is het leukste wat jij dit seizoen hebt meegemaakt? Dat ik eindelijk mijn basisgebied heb gemaakt, in de revisie na 2 jaar. En dat ik er ook in heb mogen staan, blijven staan. Ja. En de 5-0 overwinning natuurlijk, dat ik op goal stond. Mm-hmm. En buiten het veld mijn vrienden, mijn maat. Hey jongens, dus leuk. Nou ja, buiten de lijn is de vrienden die je maakt. Mm-hmm. Dus teamgenootjes, maar ook van tegenstanders. Ja. Binnen de lijn is natuurlijk onze eerste overwinning. Daar hebben we lang op moeten wachten, maar daar hebben we wel goed gevierd. En vooral als verdediger doelpunt scoren, met mijn hoofd het liefst. Wij sluiten het seizoen af in de Van Dongen en de Roos Stadion tegen, vind ik persoonlijk, een hele leuke tegenstander, namelijk ADO Den Haag Vrouwen. Wij gaan heel veel strijd leveren en hopen een mooie uitslag neer te zetten. Want als je bij Excelsior Barendrecht speelt, dan klinkt jouw strijden en winnen bekend in de oren. Veel van jullie weten was dit onze debuutjaar en we hebben heel veel geleerd en heel veel resultaten geboekt. Niet altijd in punten, maar wel in het proces waar wij in zitten. En daarbij hebben wij heel goed gebruik kunnen maken van jullie steun. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en graag tot de volgende video. Doei doei!